dingen stromen nog steeds voor de Inner Circle. En ook heel veel mensen die toch nog wel graag wat meer informatie zouden willen om echt te voelen van is het wat voor mij. Dus heb ik besloten om nog een video te maken om dingen te verduidelijken over de Inner Circle. Wat het nou precies is, meer in detail. En voor wie het geschikt is. Compleet plaatje nog eventjes. Misschien voor sommigen een herhaling, voor sommigen nog een aanvulling. Maar op het moment dat je nog niet hebt aangemeld om te kijken of je een match bent, maar wel nog twijfelt, dit helpt misschien. Ten eerste de Inner Circle, ik zal bij het begin beginnen, wordt een besloten groep waarbij ik vrouwen ga coachen op money mindset en ondernemen vanuit alignment. En alignment is een fancy woord voor zijn. Ondernemen vanuit zijn in plaats van vanuit doen. Ondernemen vanuit buikgevoel in plaats van vanuit je hoofd. En waarom? Ik voel heel sterk de drang om dit te doen. Omdat ik zelf jarenlang mijn bedrijf heb gerund vanuit actie, vanuit moeten, vanuit presteren, vanuit kijken naar anderen. Doen wat iedereen me vertelt, die marketingstrategie en alleen maar dat willen leren. En uiteindelijk zag ik gewoon door de boom het bos niet meer. Ik werd er echt gestrest van. Ik merkte dat ik sommige dingen gewoon echt niet meer leuk vond. Het stroomde ook niet zoals ik wist dat het kon stromen. En het moest gewoon, het kan ook anders. Dit hoeft gewoon niet zo te zijn. En ik wist wel in mijn hoofd dat het anders kon, maar ik kwam niet echt tot mijn gevoel. Ik kwam niet tot diep van binnen. Als ik heel eerlijk ben, dan ben ik wel heel erg een gevoelsmens, maar ik liet het nooit toe om daadwerkelijk naar dat gevoel toe te gaan en echt volledig mijn eigen keuzes te durven maken op basis van wat mijn intuïtie zei en wat mij zo'n goed gevoel gaf. Altijd maar weer dat hoofd. Dat hoofd nam het altijd over en dat maakte heel veel kapot en dat ging zich toch weer vergelijken met anderen en ik voelde die druk dan weer en dan stroomde het weer niet. Tot er een punt kwam dat ik gewoon echt eventjes in een hele negatieve spiraal kwam en dat er echt een dip kwam en dat ik opnieuw heel erg me aangetrokken voelde tot de beginselen van het bewust leren creëren vanuit de wet van aantrekking. En dat was een boek waarmee bij mij de ogen werden geopend en dat boek had ik misschien wel al 5 jaar in de kast staan. En ik heb dat ook wel eens gelezen. Alleen dat resoneerde toen niet. Het was niet mijn ding op dat moment. Ik was er gewoon niet klaar voor, wat prima is. Maar dat pakte me. Op de een of andere manier trok me dat. En toen ik dat opnieuw oppakte, dat stuk. En nu echt volledig oppakte. En bewust ging gebruiken. Dat ik toen zag wat er gebeurde met mij. En daardoor ook met mijn bedrijf. Ja, dat is wat ik in die vorige video ook zei. Dit gun ik echt iedereen. Want dit is het fijnste gevoel van de hele wereld. En voor mijn gevoel had ik dus al, toen ik vorig jaar 2 maanden alleen naar Bali ben geweest, een enorme doorbraak op dat vlak. Maar wat er nu recentelijk gebeurd is, is nog van een heel ander level. Zo voelt dat. En ik sprak daar vorige week over met een dame waarmee ik in een mastermind groep zit. En zij zei ook echt, ik zie nu pas de echte Kim. Ik voel het gewoon. Je spat van het scherm af. Ik voel de oprechtheid en het vertrouwen. En dat is het ook gewoon echt. De oprechtheid, het vertrouwen, het volledig durven stappen in hetgene wat ik te doen heb. Dit is volledig alignment voor mij. Volledig in lijn met wie ik ben, wie ik wil zijn, wat ik hier op aarde te doen heb. En de wet van aantrekking helpt mij daarbij. De wet van aantrekking, op het moment dat je ervoor open staat, is iets wat er altijd is. Die werkt gewoon altijd. De wet van aantrekking is er. Alleen heel weinig mensen gebruiken hem bewust, zetten hem bewust in. En de kracht van het bewust inzetten van de wet van aantrekking, het bewust creëren, bewuste intenties neerzetten en daarnaast het leren ontvangen, volledig openstaan, dat is gewoon, als we het op ondernemersvlak hebben, het is gewoon mindblowing wat er dan gebeurt met je bedrijf. Maar het mooie is, het raakt niet je bedrijf alleen, het raakt je hele leven. En dat is zo bijzonder. Voor mij is het echt gewoon life changing. Met de relaties, met mijn bedrijf, maar gewoon ook vooral hoe ik me gewoon de hele tijd voel. Dit is niet normaal. En ik lul nog heel veel over mezelf. Dat is niet de bedoeling.
Maar ik probeer duidelijk te maken waarom. En waarom ik ook heel sterk de behoefte voel om hier anderen mee te helpen. Ja. Dus het wordt een groep waarbij er gecoacht gaat worden op money mindset. Ondernemen vanuit alignment, vanuit zijn in plaats van doen. En ook heel erg leren stappen in je toekomstige zelf. Dit principe wordt heel belangrijk, je toekomstige zelf. Wie wil jij zijn? Waar sta jij over 5 jaar of over 1 jaar? En wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat jij die persoon nu al gaat zijn? En die keuzes die daarbij horen, denkpatroon wat daarbij hoort, gevoelens die daarbij horen, gaan zo'n enorm verschil uitmaken voor wat jij gaat manifesteren, dat je niet voor mogelijk had geacht dat dit zo snel voor jou mogelijk zou zijn. En wat er ook gebeurt op het moment dat jij volledig aligned bent, dan ga jij inspiratie tot je krijgen, er gaan ideeën in jou opkomen waar je ook eerder geen weet van had. Die nooit in je op hadden kunnen komen omdat je nooit zo ver was. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik weet dat ik het misschien allemaal wat te abstract en te zweverig, maar ik denk de mensen die hier al mee bezig zijn, die hier voor openstaan, die snappen wat ik bedoel en die voelen dit ook. Daar hoef ik het verder niet uit te leggen. De vraag die ik krijg, Kim, heel vaak van, oh, ik wil wel deel nemen in de cirkel, maar je zegt dat het 3 keer per week is, dan moet ik dan vrijhouden, dus dat wil ik nog eventjes verduidelijken. In een cirkel wordt groepscoaching. En dat doe ik bewust groepscoaching, omdat er niks zo krachtig is als gelijkgestemden in een groep die op de perfecte energie zitten, die elkaar gaan ondersteunen, inspireren en empoweren, want hoeveel te meer, alles is energie, en hoeveel te meer positieve energie dat ergens naar uitgaat, hoeveel te zeer dat elkaar kan versterken en hoeveel te meer dat we allemaal gaan groeien doordat we allemaal samen in die positieve energie staan. Nu is het zo 1 op 1, oké, het versterkt elkaar, maar daar nog eens verschillende extra energieën bij doet dit. En dat maakt het zo krachtig. Daarnaast is het niks zo fijn om lekker successen te vieren en dingen van elkaar te kunnen leren, vragen te kunnen stellen, te zien hoe iemand gecoacht wordt en daar je eigen ding uit te halen. Niks zo bijzonder als dat. En daarom moet dit ook echt de vorm zijn. Dat voel ik heel sterk. Oké, heel duidelijk. Op maandag komt er elke maandag van mij een training online. Die ik over een onderwerp wat ik voel dat het op dat moment nodig is om jou verder te helpen. Dan elke maandag worden er doelen gesteld. Niet vanuit moeten, maar vanuit voelen. Wat jij te doen hebt, wat jij wil doen. Wat je wil bereiken die week. En daarnaast zal ik elke laatste maandag van de maand iemand live gaan coachen in de groep. En dat tijdstip daarvoor zal een overleg zijn. Dus op maandag hoef je geen vast moment te reserveren, is niet nodig. Op elke woensdag om 10 uur 's ochtends is er een live Q&A. Waarin je me werkelijk alles kan vragen over businessstrategieën, verdienmodellen, marketing. Maar in de basis heel erg veel over wet van aantrekking. Misschien heb je vragen over de training die ik op maandag heb gegeven en wil je daar verdieping in, dat je ermee aan de slag bent gegaan, dat je bepaalde dingen niet uitkomt of verder zou willen weten, dan vraag je me dat. Mindset, alles mag je me vragen. Ik weet ondertussen behoorlijk veel over het succesvol opzetten van een bedrijf, dus maak gebruik van mijn kennis en pick my brain als het ware. Elke woensdagochtend om 10 uur sta ik dan tot je beschikking. Dus maak daar ook gebruik van. En daarom, de mensen die extra gevraagd hebben mij, Kim, wat zijn de vaste momenten, wat raad je me aan? Ik raad iemand wel aan om de woensdag om 10 uur vrij te houden, een uurtje. Kan een keer wat korter, kan een keer wat langer zijn. Maar om daarbij te zijn, omdat je dan het meeste eruit gaat halen. Ik heb heel vaak al gemerkt dat op het moment dat ik in een live coaching met iemand zat, en ook vaak in een groep, dat mensen letterlijk nieuwe klanten en geld manifesteerden tijdens een sessie. En dat is echt al meerdere malen voorgekomen. Dus de energie is op dat moment zo hoog, dat er letterlijk heel veel mooie dingen gebeuren. Ik wilde zeggen magic, maar er gebeurt heel veel moois omdat je open staat op dat moment. Je zit dan op een hele hoge trillingsfrequentie. En als het niet kan, die woensdag om 10 uur, helemaal geen probleem. Dan kun je even goed je vraag stellen, dan beantwoord ik hem uitgebreid. Kun je hem terugkijken en kunnen we daarna nog de interactie met elkaar aangaan. Maar als het even kan, is dat het enige moment in de week, woensdagochtend 10 uur, die ik je aanraad om er live bij te zijn, omdat je daar het meeste uit gaat halen. Dat is het enige. Dan elke vrijdag worden er resultaten gedeeld en wil ik gewoon dat er successen gevierd worden, want er is niks zo krachtig als het positieve benadrukken en daarbij stilstaan, omdat het weer een hoge energie bevordert en ook dat iemand behaalt bijvoorbeeld een fantastisch succes wat hij niet had verwacht, wat hij als intentie had gezet en daadwerkelijk ook behaald, dus dat je het wel verwacht. En op het moment dat, ik noem maar even iets, een aantal anderen zien
wat mogelijk is. Ga je zelf ook weer een mindset shift maken. Omdat je ziet dat een andere doet, ga jij zien dat het mogelijk is. En als iets mogelijk is, betekent het ook dat het voor jou mogelijk is. Waardoor jij ook in staat bent om veel en veel sneller te groeien. Dat is dus voor de tijdsbesteding. Dan nog voor wie het geschikt is. Dat ga ik ook nog eventjes bewust herhalen. Omdat op het moment dat je niet op al deze, ja, zal ik het voorwaarden noemen, hell yes. En ook echt vanuit gevoel meteen voelt van ja, dit wil ik, dit ben ik, dit past bij mij. Dat je dat niet kunt zeggen, dan raad ik je aan om het nu niet te doen. Dat wil niet zeggen dat je er nooit klaar voor bent, maar misschien gewoon nu nog even niet. En dat is hartstikke prima. Gun jezelf ook dan de tijd in dat proces. Nou, wat is belangrijk om te hebben, zijn vooral als je je wil aanmelden voor de Inner Circle, dat de kans groot is dat je een match bent. Nou, ten eerste is dat je ervoor open staat, dat je heel graag wil leren hoe jij moeiteloos geld aantrekt vanuit alignment. Dus vanuit zijn en niet vanuit de perfecte marketingstrategie. Je snapt wel wat ik bedoel. Vanuit zijn en niet vanuit doen. Ja, moeiteloos geld aantrekken willen we allemaal. Dus ik neem aan dat iedereen hier hell yes op gaat zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat je dit niet wil. Dan twee. Je wil leren hoe je je eigen geldverhaal gaat herschrijven. Zoals je weet zijn we allemaal opgevoed, opgegroeid door invloeden van buitenaf, door de maatschappij, door vrienden, ouders om ons heen. Hebben we allemaal een bepaalde money mindset. De manier waarop wij over geld denken en de manier waarop wij over geld voelen. Het is super krachtig om te weten dat je dat achter je kan laten en dat je een nieuw verhaal kan gaan schrijven. Daar wil ik je heel graag bij helpen. Want dit gaat namelijk heel wat doen op het moment dat je die shift kan maken. Je kan namelijk wel hogere prijzen gaan vragen, maar op het moment dat jij niet in staat bent om jezelf zo ver te krijgen dat jij de persoon wordt, dan heb ik het weer over je toekomstige zelf, de persoon wordt, bent, die dat hogere bedrag kan ontvangen, kun je het wel vragen, maar zul je het nooit krijgen. Dus die shift in money mindset en daarbij de techniek van je toekomstige zelf gebruiken is super, super krachtig. En dan drie. Je wil leren hoe die wet van aantrekking nu echt werkt en hoe die voor jou kan werken. Want misschien heb je wel vaker, ik geloof er wel in, heb je wel vaker dingen geprobeerd, maar lukt het nog niet echt voor jou? En ga je misschien daarom ook twijfelen eraan? Nou, je hoeft niet eraan te twijfelen, want hij werkt altijd. Alleen, je zult nog niet helemaal in staat zijn om hem daadwerkelijk bewust voor jou te laten werken. Daar wil ik je heel graag bij helpen. Dan, je wil groeien als mens en daardoor ook als ondernemer. Je gelooft erin dat groei noodzakelijk is. Je gelooft er ook in dat groei eigenlijk onontkoombaar is. Dat je altijd groeit. En dat groei ook een voorwaarde is voor jou voor geluk. Dus je focust niet alleen maar op groei als ondernemer, op bedrijfsgroei. Maar je weet ook, als ik dat wil bereiken, zal ik als persoon ook moeten groeien. Dan, je bent dapper. Hele belangrijke voorwaarden. Je durft uit je comfortzone te gaan als dat nodig is. En niet omdat ik dat van je vraag, of omdat ik je iets opleg, of wat dan ook, of omdat je een bepaalde opdracht krijgt. Nee, helemaal niet. Er zit nul druk op. Maar wel omdat jij bijvoorbeeld heel graag iets wil, maar je vindt het nog doodeng. Maar omdat je het zo graag wil, is het aligned met jou. Alleen omdat het nieuw is, is het eng. Zul je wel bepaalde stappen moeten zetten uit je comfortzone. En niks is zo fijn dan om niet alleen mij als coach te hebben, maar ook de groep die jou kan steunen en waarbij je misschien wel samen door een bepaald proces heen gaat. Want dat is ook weer groei. Dus heel belangrijk dat je wel voelt van oké, ik ben er klaar voor om dat te doen. Heel belangrijk dat je coachbaar bent. Dat je openstaat voor andere visies. Het openstaan voor is denk ik het belangrijkste. Dat je niet super koppig bent of super eigenwijs, want dat werkt niet. Dat je echt, en nogmaals, ik zal de laatste zijn die ooit zegt van mijn visie is heilig of mijn manier van dingen bereiken is heilig. Helemaal niet. Ik wil juist de ruimte laten voor alles. Alleen probeer je dan ook open te stellen voor meerdere zienswijzen en ga dan zelf kijken wat past bij mij. Je bent een fit op het moment dat je het leuk vindt om dingen te vieren. Wat bedoel ik daar nou mee? Er is niks zo belangrijk als successen vieren, als dingen lukken en het liefste elke week. Dat we daarbij stilstaan, dat we het benadrukken en dat we er nog meer positieve energie naartoe zenden. Omdat het een versterkt het ander namelijk. Heb je er een hekel aan? Kun je
kiezen om niet mee te doen, maar het zou echt zonde zijn. En nogmaals, het is online, dus je kunt daar je eigen, ja, hoe moet ik dat zeggen, je kunt je eigen stukje daarin pakken. Hè. Je kan ervoor kiezen om wat meer afstand te nemen of wat actiever deel te nemen, maar ik raad je ten zeerste aan. En dat komt ook wel naar voren op het moment dat je een intakeformulier invult voor mij om te bekijken. Ik vind het heel belangrijk dat de personen die zich aanmelden, die graag lid zouden willen worden, dat die actief zijn en dat die ook persoonlijk leiderschap nemen. En daarmee bedoel ik dat jij vragen stelt als je vastloopt, dat je je openstelt voor dingen, dat je reageert, dat je er echt volledig voor openstelt en het echt aangrijpt in plaats van achterover gaat zitten met de handen over elkaar en ik zie wel hoe anderen het doen en ik pik er wel wat uit. Voor mij is het niet prettig om met die personen te werken, dat is één, dat heb ik ervaren. En twee is gewoon dat je dan ook weet dat je er maar voor de helft wat uithaalt, dus wat je er kan uithalen. Dat is gewoon zonde. Dus, heel belangrijk dat dat ook is, dat je voelt van nou, ik wil actief meedoen, ik wil dat persoonlijk leiderschap nemen. Dan, wat heb ik nog meer opgeschreven? Oh ja, dat je ook lol wil hebben gedurende het hele proces. Dus wat heel belangrijk is, wat ik ook zelf heb mogen ervaren, de reis er naartoe. En dan bedoel ik de reis er naartoe, het bereiken van je doelen, wat je denkt dat je zo graag wil, moet net zo leuk zijn, al dan niet leuker, dan het bereiken van het doel zelf. Want je hebt er niks aan als jij jezelf pijnigt, dat het een worsteling wordt. Dan gaat namelijk de bevrediging van het bereiken van het doel totaal niet groot zijn. Neem dat van mij aan. Dus de reis ernaartoe is echt kan een feestje zijn. En het is ook belangrijk dat je dat zo gaat zien. Ja, dit is ook een belangrijk wat ik heb opgeschreven. Dat jij geld als energie ziet en niet als iets dat een waarde heeft, goed of slecht. Misschien voel je dat nog niet zo, maar sta je er wel voor open in ieder geval om dat te leren zo te gaan zien. Dat is mijn waarheid namelijk, geld is energie. En wij betitelen het nog vaak als negatief, zeker als we een tekort ervaren. Dus dat we dat gaan opheffen naar neutrale energie, dat wordt heel belangrijk. En dan de laatste twee. Je klaar bent om tijd, geld en energie, dat herhaal ik eventjes, tijd, geld en energie te stoppen. Te investeren in het worden van de beste versie van jezelf. Dit gaat namelijk niet alleen jouw bedrijf beïnvloeden, deze groei. He, dat je geld gaat aantrekken en dat je andere manieren van geld manifesteren gaat zien, gaat voelen, gaat ervaren. Dat je misschien een ander verdienmodel gaat toepassen. Allemaal vanuit wat bij jou past en wat je leert. Maar dat je ook weet en ook dat stuk wil meenemen. Dat het je op andere vlakken helemaal gaat beïnvloeden en dat, ja, dat het een totaalplaatje is, dat het een compleet plaatje is. En dat je ook bereid bent om daarin te investeren. En dan als laatste, dat je er klaar voor bent om af te rekenen met jouw oude verhaal en volledig klaar bent om in het nieuwe verhaal te stappen. Zonder keihard te werken, dat wil niet zeggen dat er niks gedaan hoeft te worden, maar vanuit alignment. En dat betekent dat jij actie gaat ondernemen vanuit inspiratie. In plaats van actie vanuit moeten, presteren, kijken naar wat anderen doen, druk, bla 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 bla. Het moeten presteren om het moeten presteren. Want dat werkt vaak niet. Ik wil niet zeggen dat je daarmee geen bedrijf kunt opbouwen. Dat kun je absoluut wel, want ik heb het jarenlang gedaan en het heeft me ook succes gebracht. Maar het geeft veel minder voldoening. Je gaat vastlopen. En je gaat vaker vastlopen. En misschien moet je ook wel een paar keer de deksel op de kop krijgen daarvoor, weet ik niet. Maar neem het van mij aan dat het proces leuker wordt en makkelijker wordt op het moment dat je het echt doet vanuit hier, 100%. En vanuit hier is voor mij het toepassen van de wet van aantrekking. Dat voel ik dus heel sterk als mijn weg. Het heeft mij heel veel, het brengt mij enorm veel. Het heeft me enorm veel gebracht, maar het brengt me op dit moment ook enorm veel. En dat gun ik jou ook. Dus voldoe jij aan dat, kun je daar ja op zeggen en voel je daar ook ja bij. Niet alleen qua denken, maar vooral voelen. Voel je daar ja bij, voel je hell yes, dit ben ik. Dan zou het goed kunnen zijn dat jij een match bent voor de inner circle. Ik zou het super leuk vinden als je dan een bericht stuurt. En dat kun je doen door een e-mail te sturen naar info@kimmunnekom.nl. Stuur je even, Kim, ik wil me super graag aanmelden. Want ik ontvang bijvoorbeeld graag het intakeformulier. Dan krijg je een vragenlijst van mij toegestuurd. Met een aantal vragen die voor mij duidelijk gaan maken, past deze persoon of past deze niet. Vaak als je echt oprecht 100% ja kunt zeggen, is het een match. Maar uit die vragen komt, kan ik filteren of er ergens een twijfel op zit of dat iets wel of niet past qua
gedachtepatroon en hoe je in het leven staat. En dat is volledig prima, dat is geen goede fout, maar als jij sterk voelt van dit is het, dan is de kans groot dat het het ook is. En dat is ook heel belangrijk, dat ik graag wil de mensen, want ik heb ook een aantal mensen gesproken die het gevoel zei wel ja, maar daarna nam het verstand het over. En die zei nee, ik ben nog niet klaar ervoor, ik moet eerst dit doen, ik moet dat doen. En misschien gaat het me superveel energie kosten, want we krijgen opdrachten. En toen heb ik ook gezegd, nou, je krijgt geen opdrachten. Je gaat er wel heel veel uithalen op het moment. Je gaat er alles uithalen wat je maar wil. Dat wil ik ook even benadrukken. Op het moment dat jij je openstelt en actief meedoet. Dan kun je het zo gek maken voor jezelf als je maar wil. Want ik geloof er namelijk in dat als iets bestaat. Als jij er zo ver kunt komen in jouw gedachten. Dat je weet dat het mogelijk is. Dan kun je het ook gaan creëren. Als je iets heel sterk wil en je gedachten gaan er naartoe. En je kan het met je gedachten creëren. Dan bestaat het ook. Alleen, de reden waarom je het nu niet aantrekt, is omdat jij niet die derde stap volledig omarmt van het creatieproces en drie stappen, die derde stap van het toelaten. En het toelaten is het volledig voelen van geen weerstand. Dus de complete weerstand loslaten. En dat is vaak het lastigste proces waar de meeste mensen mee worstelen. Nou, dat kun je leren en doordat je dat ervaart ga je daar steeds makkelijker in staan. Maar dat is de reden, niet zozeer dat jij dat het niet voor je werkt of dat het niet kan of dat je bepaalde dingen niet goed doet, maar meer dat je in die derde stap, dat je daar vastloopt. En ook jij kan dat, maar je moet heel sterk voelen, is het voor mij de tijd ja of nee? Dus als je hart zegt ja, dan zeg ik, luister daarnaar. Maar op het moment dat je verstand het overneemt en je voelt daardoor ook heel sterk van nu is niet het moment, dat is ook helemaal prima, maar doe het dan ook gewoon niet. Het is heel belangrijk dat het eigenlijk een volledige ja is vol overtuiging, zonder dat er alweer je hoofd het overneemt met allemaal wensen en het willen rationaliseren. En dan maak je het wel meteen kapot en dan is die energie weg. En dat is zo zonde! Want we gaan juist leren om dat hoofdje helemaal uit te schakelen. Dat wordt de kracht. We gaan leren om dat hoofd uit te schakelen en om volledig vanuit intuïtie, vanuit gevoel te gaan handelen. Daarop te leren vertrouwen, ook meer gaan voelen hoe jouw, hoe zeg ik dat in het Nederlands mooi, jouw guidance system, jouw systeem dat jou leidt van binnenuit. Om daarop te vertrouwen, om te gaan voelen hoe dat werkt voor jou, wat de tekenen zijn voor jou. Dat is voor iedereen een proces, maar dat is echt een super, 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 super mooi proces. Dit wil je. Ja, ik heb tevoren ook gezegd, ik moest er voor nu een prijs aan koppelen. Die heb ik ook gevoeld. Ik heb daar nu ook een mooi introductieaanbod van gemaakt. Die geldt tot 1 september. Dus 1 augustus gaan we live. Ik heb ervoor gekozen om tot 1 september een introductieaanbod te laten gelden. Van heel weinig. Voor veel minder omdat die waarde is, maar dat maakt niet uit voor nu. Want ik zei, ik heb het vanuit gevoel gedaan, het gevoel is goed. Dus er geldt nu een introductieaanbod met een aanbieding voor de mensen die meteen de keuze willen maken. Hell yes, dit is wat voor mij. En ook voelen van, dit is een proces en ik wil het proces laten. En ik gun mezelf ook daarvoor de tijd, want dat is wel wat ik aanraad. Je kan namelijk twee dingen doen. Je kan kiezen voor een maandlidmaatschap, je kan kiezen voor een jaarlidmaatschap. En ik raad je echt ten zeerste aan voor jou om het proces echt volledig te doorvoelen, te leren en ook uiteindelijk ja, het gevoel te krijgen dat je volledig de controle hebt over je eigen creatieproces. Dat je precies weet wat jij moet doen om dat voor elkaar te krijgen wat je zo graag wil. Dat jij dat je kiest voor een jaarlidmaatschap en die personen die dat doen. En het mooie is, tot op heden heeft iedereen dat ook gedaan van de aanmeldingen. Een dikke korting aan te bieden. Gewoon om als bedankje van doe dit en je wordt ook beloond, maar weet vooral dat je jezelf beloont. Dus op het moment dat je een jaarlidmaatschap afsluit, is het bedrag €83 per maand. En dat is dan een eenmalige betaling van €1000. Nogmaals, het is wel een introductiekorting, want het is erg een mooie aanbieding. En op het moment dat je kiest voor een losse betalen, betaal je €125 per maand. Dus het is een enorm verschil. Mag ook, hè? Nogmaals, mag ook. Maar vaak indirect, als je zegt van ik kies voor die maandbetaling, spreek je indirect een wantrouwen uit naar jezelf, misschien ook naar mij toe. Zo van, het zal allemaal wel, maar ik wil het eerst nog wel eens even proberen. En dat is niet de juiste vibratie om
echt te kunnen creëren. Dus probeer ook dat voor jezelf te zien. Het is nu een aanname, het hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar probeer voor jezelf te zien, oké, wat voelt voor mij goed? Wat past bij mij? Waar wil ik voor kiezen? Hè? Nogmaals, hoe voel ik het? En hoe sterk is die zekerheid voor mij? Dus dat is over de investering. En de voorwaarden, heb ik dan nog iets wat ik wilde benoemen? Nee, niet echt. Ik denk dat dit het belangrijkste is. En dat je goed voor jezelf aanvoelt, is dit voor mij nu goed? En dat kan best zijn dat het over een paar weken verandert, dat je het nu niet hebt, dat je het dan wel hebt. Dat is helemaal prima, hè? Er is geen goede fout, maar probeer vooral aan te voelen. Te voelen en niet je hoofd dit laten bedenken. Want op het moment, dat heb ik nu gemerkt, die aanmeldingen die binnenkwamen, dat waren allemaal zo'n fantastische mailtjes met hell yes vanuit het hart. Ik voelde het hart gewoon, het enthousiasme en de oprechtheid en de openheid spatten gewoon van het scherm af. Dat zijn dus ook echt, dat gevoel zorgt ervoor dat je echt daadwerkelijk alles gaat manifesteren wat je zo graag wil. Of je dat bedrijf nu op gaat zetten, je wil je bedrijf laten groeien, je wil van mij leren wat verschillende verdienmodellen zijn en jij gaat zelf voelen wat het beste bij jou past. Dat is ook eventjes heel belangrijk. Heel duidelijk, weet dat ik niet tegen iemand ga zeggen, jij moet dit of dit of dit of dit, dit gaat voor jou werken, dit gaat voor jou werken, jij kunt het beste zus, ik zou dit of dit. Dat ga ik dus niet doen en dat ga ik bewust niet doen. Omdat ik er heel sterk in geloof en ook terug heb gezien bij de ondernemers die ik al heb mogen coachen. De successen worden behaald op het moment dat iemand echt de keuzes maakt vanuit alignment. En ik ben er om jou aan te geven, te vertellen wat er allemaal mogelijk is. En nogmaals, ik weet behoorlijk veel van het opbouwen van een bedrijf, strategieën, verdienmodellen, marketing, van alles. Maar jij... En jij alleen vanuit jezelf. En je laat je ook niet opjutten door wat een ander doet. Heel belangrijk. En dat zal ik ook heel vaak herhalen. Alleen jij gaat de keuze maken die met jou resoneert. Waarvan jouw hart schreeuwt: dit is hoe ik het wil. En die gaat stromen, die gaat passen. Daar ga je geld mee verdienen. Daar ga je goed geld mee verdienen. Daar ga je de mensen, die klanten mee aantrekken die je graag wil. En dat is voor mij, als ik het mag benoemen, succesvol ondernemen. En iedereen mag daar daarom succesvol, mag daar zijn eigen invulling in geven. Maar voor mij is dat echt oprecht succesvol ondernemen. Dat het past, dat je het voelt, dat de innerlijke onrust weg is, het vertrouwen enorm groot is, het gevoel heel sterk is. Wat is er nou mooier dat jij weet dat jij geleid wordt en dat je altijd, op het moment dat je maar kunt vertrouwen en daarvoor open staat, dat altijd de juiste inspiratie wat je moet doen tot je gaat komen. En dat jij weet hoe je een bewuste creator wordt van wat jij wil dat jouw werkelijkheid wordt. Hoe bijzonder is dat? Ja, voor mij is dit echt life changing. Gewoon echt een wereld die voor me open gaat. En vooral de combinatie dat het nog nooit zo makkelijk gestroomd heeft. Qua aanmeldingen, maar ook de soort klanten die zich melden. Het past helemaal. Dat ik nog nooit in verhouding zo weinig moeite heb hoeven doen. Op het moment dat ik niks doe, komen de klanten ook. Dat is wet van aantrekking. En daarnaast nog nooit daarnaast zoveel innerlijke rust heb gevoeld gelijktijdig. Want in principe zit ik in een soort, zoals je het noemt, lanceerproces. Dat ervaart iedereen als fucking stressvol. Had ik normaal ook, heb ik nu niet. Ik had het gevoel, ik moet elke dag posten, ik moet elke dag promoten, ik moet helemaal niks. Ik vertrouw er volledig op dat wat ik doe, dat resoneert met de mensen waarmee het moet resoneren. En dat ik de klanten zal aantrekken die hierbij passen en die komen. En dat is tot op heden ook gebeurd. En ik kreeg nog een aantal vragen, dus ik dacht, oké, ik verduidelijk het nog. En misschien heb ik nog steeds niet alles benoemd en je vragen beantwoord. Stel me die dan ook alsjeblieft gerust, sta daarvoor open om dat gewoon te vragen. Maar doe het op gevoel. Ik heb ook helemaal niet meer het gevoel, ik moet aan mensen trekken. Het stroomt. Het is echt, nou ja, hoe fijn is dat? En dat willen we toch allemaal? Ja, dat. En ik denk dat je wel weet wat je te doen hebt op het moment dat je voelt, hell yes, dit ben ik. Help me, alsjeblieft. Dus weet dat je je kunt aanmelden door een mailtje te sturen naar info@kimmunnekom.nl. En dan gaan we kijken of jij een match bent. 1 augustus is de start. Dat betekent niet dat je je per se voor 1 augustus moet aanmelden. Nee, dat niet. Ik zou het alleen wel super leuk vinden als je er van het begin af aan bij bent op het moment dat je echt voelt, dit is voor mij. Dat zou ik fantastisch vinden. Dat gaat voor jou ook fantastisch worden.
En weet ook dat je sowieso tot 1 september financieel enorm beloond gaat worden. Op het moment dat je meteen vanaf het begin af aan instapt. Dat doe ik altijd als ik iets start. Dat heb ik met de community Nooit Meer Op Dieet ook gedaan. Ik wil altijd de mensen bedanken die vanaf het begin af aan het vertrouwen in mij hebben gehad. Vertrouwen in zichzelf hebben gehad. Dat dit is wat ze nodig hebben. En die worden altijd op een financiële manier beloond. En de andere vlakken worden ze ook beloond. Maar dit is even heel erg tastbaar. Dus dat. Kan ons worden net. Heb je nog vragen? Wil je aanmelden? info@kimhunnekom.nl. En ik hoop nog heel veel meer mooie vrouwen die helemaal aligned zijn met deze energie te mogen verwelkomen in deze community. Ik heb er echt fucking veel zin in. Je ziet het niet, maar ik sta echt bijna te stuiteren op de stoel. Dus misschien tot volgende week. En heb je nog een vraag, dan laat het me weten.